Hi, mijn naam is Alexander Sascha Oppenberg. Ik ben de schrijver van de roman Benauwd. Dat is uitgegeven door LSI Uitgevers te Arnhem. Ja, ik maak je bij deze dus een promo-videoboodschap voor mijn boek. Ik wil ook een beetje over de achtergrond vertellen van mezelf, maar ook hoe mijn boek tot stand is gekomen met alle worstelingen en verwikkelingen. Mijn plan is om deze videoboodschap 5 minuten lang te laten duren en ik zit al op 30 seconden. Dus laten we maar snel van start gaan. Ik wil jullie waarschuwen dat ik snel afgeleid ben. Dus dat is ook niet bevorderlijk voor de aandacht van de kijker. Wat zeg je? Ja. Wat bedoel ik? Laat ik maar even beginnen. Wie ben ik? Mijn naam is Alexander Sascha Oppenberg, wat ik net al zei. Ik ben half februari geboren in Amsterdam. Ik ben 41 jaar. Ik ben een vader van 2 kinderen. Een prachtige dochter van 11 en een zoon van 5. Waar ik erg blij mee ben. Dat verklaart ook de wallen onder mijn ogen. Ik probeer zelf een goed evenwicht te vinden tussen sport en buiten zijn en schrijven. Daarnaast heb ik nog een fulltime baan. Ik werk met het Europees Octrooibureau in Rijswijk. Daar werk ik al ruim 11 jaar. Het is dus een erg druk bestaan. En dat is al de eerste worsteling van een schrijver. Als ik collega's schrijvers zie die de ene roman naar de andere uitbrengen. Binnen een aantal maanden. Dat zeg ik niet uit jaloezie, maar dan is het voor mij moeilijk om tijd te vinden en inspiratie om in de avonduren, terwijl ik afgepeigerd ben, nog te gaan zitten om te gaan schrijven. Dat is toch eigenlijk mijn grootste obstakel. Verder ben ik ontzettend gemotiveerd om meer romans te schrijven. En dit is ook een hele goede leerervaring voor mij. Het is fijn om een promotie te doen voor een boek. Eigenlijk alles zelf te doen. Dus eigenlijk middelen vinden en constructieve ideeën te bedenken om mijn boek zoveel mogelijk op de markt te brengen. En het is een hele goede ervaring. Je leert ook. En gelukkig is er internet. Ook deze mogelijkheid om een videoboodschap uit te brengen. En jezelf aan het grote publiek kenbaar te maken. Nou, mijn achtergrond. Ik heb in het buitenland gewoond. Ik heb op 6 jaar geleefd in Schotland gewoond. Ik moest daar een pak aan, een uniformpje naar school. Het breidde mijn levenwereld al dusdanig uit. Niet gebonden te zijn in één land, maar ook veel in het buitenland te hebben gewoond. Ik heb in Italië gewoond, in Spanje, in België. Zelfs dat was voor mij buitenland. En dan krijg je toch eigenlijk een breder perspectief op je leven. Dan dat je alleen maar aan een plaats en tijd gebonden bent. Ik vond het ook heel erg leerzaam. Even kijken. Ja, ik heb aan de HEBO gestudeerd. Hoger Europees beroepsonderwijs. Ik ben uiteraard afgestudeerd. Ik spreek 5 talen. Frans, Italiaans, Nederlands, Engels en Duits. Ik spreek een klein beetje Marokkaans. Dat komt omdat mijn vrouw Marokkaans is. In ieder geval een internationale achtergrond. Waar ik erg tevreden over ben. Nu schrijf ik natuurlijk in het Nederlands, maar ik zou natuurlijk graag zien dat mijn werk ook in het buitenland wordt uitgegeven te zijner tijd. Wellicht verfilmd, maar ja, ik ben een debutant. Ik ben hier te vertellen over mijn inspiratie tot schrijven en mijn ervaring als debutant. En daar ga ik dan nu mee beginnen. Mijn roman Benauwd. Ik zat op een zolderkamer in 2008... En ik had het idee om een roman te schrijven waarin spirituele ervaringen verwerkt werden. Ik heb zelf heel veel ervaring op het gebied van spiritualiteit. En ik vond gewoon dat ik een roman wilde neerzetten met een origineel verhaal waarin spiritualiteit voorkomt. Het moest ook nog eens spannend worden. Dus ik begon met het uiteenzetten van een verhaallijn. En eigenlijk was dat binnen 2 avonden klaar. En ik ben sindsdien begonnen met het uitwerken ervan. Ik ben er 3 jaar mee bezig geweest. Ik heb het af en toe weggelegd. Maar ja, ik had nooit ervaring met schrijven. Dus ik had professionele begeleiding nodig. En dat ging ik dan zoeken. Dus ik ben naar de schrijversvakschool gegaan in Amsterdam. Daar heb ik 1/2 jaar op gezeten. Daar leerde ik een docent kennen die bereid was mijn manuscript onder handen te nemen. En ik ben 1 jaar lang bij haar over de vloer geweest om aan mijn boek te werken. En zij vond het een goed verhaal. Ze vond het origineel. Het sprak haar aan. Dus het punt is, ik kwam op een gegeven moment niet verder.
ik wilde eigenlijk concrete resultaten. En daardoor kwam ik bij Tempages terecht. En Tempages is een site waar je je eerste 10 bladzijden van je boek kan plaatsen. En dan kun je aandeelhouders ronselen, zeg maar, die willen investeren in je boek. En een aandeel is €5. En ik moest dus €10.000 genereren om zodoende een fonds te creëren om je boek te kunnen uitgeven. Nou, daarvoor moest ik dus ontzettend veel promoten en met mensen aan de slag. En ze vonden het goed, dus ik vond eigenlijk binnen 5 weken vond ik voldoende investeerders voor mijn boek. En dan is Tempages een site, dus een platform, waardoor ze iemand vinden, zeg maar, die... Ze hebben het fonds, ze hebben die €10.000 bij elkaar gekregen, door mijn hulp natuurlijk. En zij konden dan een uitgever voor mij regelen. Nou, dat is gebeurd. Ik ben terechtgekomen bij LSE Uitgevers in Arnhem, die bereid was te investeren in mijn boek ook, om dat uit te geven. Zijn naam eraan te verbinden, waarvoor ik erg dankbaar ben natuurlijk. Ik heb een redacteur erop gezet gekregen en we hebben eigenlijk weer een aantal maanden lang vol gewerkt aan mijn boek. En al met al kruipen er 5 jaar voorbij. En nu ben ik dus op het punt dat ik zelf de promotie moet verzorgen voor mijn boek. In samenwerking met mijn uitgever. Maar goed, het komt ook heel veel in je handen terecht. Het fonds is natuurlijk beperkt en de middelen zijn beperkt. Last but not least, waar gaat mijn roman over? Benauwd heet het. Benauwd gaat over een 36-jarige vader... die door zijn nalatigheid zijn dochter verliest. Hij valt op een stretcher op het terras voor zijn huis in slaap. En zijn dochter van 4 die kruipt naar de sloot en het meisje verdrinkt. En mijn boek start 3 jaar later. Waarin hij nog steeds ontzettend getraumatiseerd is door de dood van zijn dochter. Hij heeft het 3 jaar lang verdrongen. De problemen stapelen zich op. Zijn vrouw die scheidt van hem. Hij glijdt langzaam af in zijn eigen realiteit. Want... hij voelt zich natuurlijk schuldig dat zijn dochter is verdronken. En hij kan eigenlijk met niemand over praten. Zijn vrouw is van hem gescheiden. Hij werkt ondertussen op kantoor. Heeft ambitie om schrijver te worden. Zijn leven bevalt hem niet. Hij zit met zijn prangende schuldvraag van... hoe ga ik hiermee om? Zijn werkgever adviseert hem om naar een psycholoog te gaan. Om daar in ieder geval weer een beetje een gezonde kijk te krijgen op zijn eigen leven. Maar dat... het zorgt er eigenlijk voor dat hij nog verder afglijdt. En de balans verliest tussen realiteit en fantasie. Het eindigt als een thriller. Ik wil er niet te veel over zeggen. Er zit in ieder geval heel veel spirituele ervaring in. Je ziet de worsteling van een jonge vader die geen vader meer is. Die moeite heeft met menselijke verhoudingen. Die eigenlijk zijn relaties wil redden, maar ze vernietigt. En de vraag is natuurlijk, gaat hij het redden aan het eind? Komt er een goede wending aan zijn afglijden? Of slaat hij voorgoed door naar de donkere kant van het leven? En is een fatale afloop onafwendbaar? Dat is kort waar mijn boek over gaat. Je kunt het krijgen op bol.com. Velen gingen jullie al voor. Velen hebben hem al aangeschaft. Maar... wat ik belangrijk vind is dat ik goede feedback krijg op dit boek. Omdat ik nog veel meer romans in het leven wil roepen. En vooral met een psychologisch tintje en wat spirituele ervaringen in. Het moet spannend zijn. Dus mochten jullie het gelezen hebben, dan zou ik graag een mail van jullie ontvangen op bol. Op benauwd@gmail.com. Dat is de site voor feedback. En mijn boek kunnen jullie aanschaffen op www.bol.com. Ik heb nu bijna 10 minuten vol gepraat, met een bewegend beeld, wellicht af en toe onsamenhangend, maar ik ben een waterman nogmaals, ik ben snel afgeleid. Ik denk dat dit de beste video is die ik neer kan zetten. En ik zou graag met jullie in contact blijven, of via de site of via mijn e-mail benauwd@gmail.com. Mijn naam is Alexander Sasje Oppenberg en ik wil jullie danken voor jullie aandacht. En wellicht tot snel. Tot ziens, dag.